Final race for the boys, 12 years old. Tegen het starthek hier, staat voor de All-Stars BMX, Quinten van Bodegraven. Voor BMX Apeldoorn, Willem van den Noord. Gaan we gauw naar het westen van het land, want daar zijn ze heel enthousiast voor deze mannen. Voor de Willys en Baren, Timo Lauwersen. Gaan we weer terug naar de thuisclub, FCC De Vaart met Melle Gerrits. Dan de wijdrijders uit Tiel met Jamie Obrink. Voor Liondoor Valkenswaard, in het zuiden kan het ook vaak gezellig zijn, toch? Nou, laat maar eens horen dan, Kasper Piepers. KLC Kampen, binnenkort vieren we daar feest en nu vieren we hier feest voor Julian Bijsterbos. En last but not least voor de fietsklasvereniging Dream Team, Bo Piepers. Succes. Pascal de Helmkast. Pak van Ja. En wie gaat hier de winst pakken? 7 finalisten van het Nederlands kampioenschap. En eentje was geen finalist. En dat is die man van FCC De Vaart. Oh, dan maakt hij een klein foutje op de tweede bult. Melle Gerrits, oh, crashing daar. En dan liggen we allemaal bijna onderuit. En dan is de wedstrijd al zo goed als beslist. En dan leek het zo spannend te worden op dat eerste stuk. En dan hebben we eigenlijk alleen nog maar Julian Bijsterbos. En dat betekent niet dat Bijsterbos niet goed is. Want het is een vreselijk goede fietser. Kijk naar wat deze jongen kan. Maar hij ligt inmiddels heel ver voor. We kijken naar 2. We zien Bo Piepers doorkomen, denk ik. En de man in het geel voor de wielers is Timo Lauwersen. Zij blijven er allemaal op zitten. Apeldoorn profiteert. Willem van den Noord met plaats nummer 4. Maar Bijsterbos bleef erop zitten in de eerste bocht. En hij wint topcompetitie ronde nummer 2. Nadat we natuurlijk al die valpartijen hebben gezien onderweg. We zien van den Noord over de finish komen als 4e. We gaan naar het All-Stars met...